Stel, er is een coachings-app die patiënten ondersteunt bij een gezonde leefstijl. Als deze patiënten daardoor minder in het ziekenhuis komen, zou je zeggen dat de app een succes is. Maar wat als de zorg verschuift van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de huisarts? En werkt het even goed voor alle groepen patiënten? Het ziekenhuis heeft niet alle data om te bepalen wat de juiste zorg op de juiste plek is. Sommige data ligt bij zorgverzekeraars of gemeenten en het zomaar bij elkaar brengen van die data is niet wenselijk en mag niet vanwege privacywetgeving. Maar dat is wel nodig om de effectiviteit te meten. Onderzoek bij een vertrouwde derde partij duurt lang, is kostbaar en geeft slechts eenmalig inzicht, terwijl een app continu wordt geüpdate. TNO maakt het met de Care for Data innovatie mogelijk datasets bij elkaar te brengen zonder dat de data daadwerkelijk gedeeld wordt. De technologie is gebaseerd op multi-party computation. Alle data is en blijft onleesbaar vercijferd en toch kunnen er vanuit een centrale vraagstelling conclusies berekend worden. Zo blijft de data van het ziekenhuis in het ziekenhuis en de data van de zorgverzekeraar bij de zorgverzekeraar. Toch leert het ziekenhuis of en voor wie de app effectief is en kan de verzekeraar effectieve zorg vergoeden. Gepersonaliseerde zorg op basis van AI wordt hierdoor in de toekomst mogelijk, met volledig behoud van privacy.